Yeah. Waar ben je daar in Rotterdam? Nou, 12 uurtjes, denk ik. Ja, 12 uur. Een ware stormloop op de Kuip. Urenlang hadden ze gewacht. Om 5 uur ging het Feyenoord Stadion voor ze open. De fans van popster Michael Jackson. Vanaf vandaag geeft deze top-entertainer 3 concerten in Rotterdam in het kader van zijn vorig jaar begonnen wereldtournee. De 3 concerten zullen worden bezocht door in totaal 145.000 fans. Naar het Feyenoord Stadion komen ook een groep West-Duitsers. Allemaal met een zwarte pet en een groen jack. Ingehuurd voor de veiligheid, zo wordt gezegd. De naam van deze West-Duitse particuliere bewakingsdienst is SSS. En dat staat voor Special Security Service. Michael Jackson is big business. Voor de rechten om zijn naam of foto op een t-shirt te mogen afdrukken moet worden betaald. Deurwaarders maakten vandaag jacht op partijen t-shirts waar die rechten niet voor zijn betaald. Bij deze kraam op het plein bij het Feyenoord Stadion werd een complete partij t-shirts in beslag genomen. Volgens Gary Barrett, de vertegenwoordiger van het bedrijf dat de rechten wereldwijd heeft gekocht, gaat het allemaal om plagiaat. De in beslag genomen kleding werd door de West-Duitse groep SSS weggehaald. Het optreden van de West-Duitse bewakingsdienst leidde tot grote irritaties. Bedreigen dat je je hoofd in elkaar geschopt wordt als je niet weggaat. Dat doen die Duitsers. Dat doen die Duitsers, ja. De groene mat van de Kuip, die bij vorige concerten zwaar beschadigd raakte, wordt nu met kunst. Stof beschermd. De spanning in Rotterdam stijgt. Om 8:50 wordt het Amerikaanse idool Michael Jackson hier verwacht. ...9:00 vanavond, Feyenoord Stadion Rotterdam, Michael Jackson. De best verkopende platenartiest ter wereld. Voor zijn Nederlandse fans waarschijnlijk de laatste kans om Michael Jackson live te zien... ...want een nieuwe wereldtournee zit er niet in. Deze beelden zijn gemaakt door de organisatie rond Michael Jackson. Het zijn gecensureerde opnamen. Beelden van de hysterische taferelen vlak voor het podium mochten niet worden geregistreerd. Volgens de politie van Rotterdam zijn al meer dan 150 jongeren bewusteloos geraakt. Op brancards worden ze afgevoerd naar eerste hulpposten. De show van Michael Jackson duurt 2 uur. I feel the